En de nieuwe minister van Sport en Jeugdzaken, Lalini Gopal, die gisteren het roer overnam van Joan de Goyo, verwacht volle ondersteuning van directie en staf van het ministerie. Gopal wees de medewerkers erop dat het een grote uitdaging wordt projecten uit te voeren door het tekort aan financiën. Echter gelooft ze er wel in dat met de medewerkers en buitenlandse partners veel werk verzet kan worden. Een van haar eerste actiepunten is gesprekken te voeren met het Nationaal Jeugdparlement, NJP. Misschien zijn we als ministerie niet altijd in staat, want u weet, we hebben een tekort om projecten te realiseren met onze eigen middelen. Maar dan zullen we manieren moeten bekijken hoe we met buitenlandse partners in zee kunnen gaan om de ondersteuning daar te vinden. Ik heb in mijn vorige functie als beleidsadviseur heel nauw samengewerkt met de verschillende ambassades hier te landen. Dus ik ken de mogelijkheden die ze bieden en daar gaan we gebruik van maken. Ik wil nogmaals zeggen, ik sta er niet alleen voor. Ik reken op jullie medewerking. Ja? Mijn deur staat altijd open voor ieder van u. Als er urgente dingen zijn, voelt u zich vrij om naar mij te komen. Ja, het enige wat ik van u vraag is, laten we ons werk met z'n allen naar eer en geweten doen. Ja? En het ministerie naar een hoger hoogte tillen. Ex-minister Joan de Goyo is vooral blij dat ze overdraagt aan een vrouw. Voor haar is het belangrijk dat er daadwerkelijk harde noten worden gekraakt op het ministerie. Laat mij zeggen, een win voor één vrouw is een win voor alle vrouwen. Ten meer dat ze een jonge vrouw is. Tegelijkertijd zeg ik ook, succes is wanneer iedereen, maakt niet uit in welke rol de persoon er is, dat die haar steen bijdraagt, hoe klein dan ook. Maar uiteindelijk geloof ik dat ze alle ondersteuning zal krijgen om ervoor te zorgen dat ons geliefd land grotere hoogte zal bereiken. Uiteindelijk, temi kondre wini, dami wini. Gefeliciteerd, Gudu. Ex-minister Joan de Goyo van Sport en Jeugdzaken. Gisteren nam Lalini Gopal het roer van haar over.